Het is je ook nog nooit gelukt om die vliegtuigen uit te krijgen, hè? Ik ken een heleboel uitkrijgen, radio's, alles nog steeds, maar de vliegtuigen, dat ga ik echt niet uitkrijgen. Dit is Edwin. Zijn al lekker? En dit is Gilia. Samen beheren ze Keverhaven op Kevereiland, vlakbij het dorpje Kaag, onder de rook van Schiphol, aan de noordkant van de Kagerplassen. Ik was voorbereid. In 2017 komen we voor het eerst op Kevereiland. Edwin en Gilia hebben dan nog maar net het beheer van de haven op zich genomen. In 2018 meren we er nog een keertje aan. Lekker water. We maken dan een van onze eerste video's met dit kleurrijke duo en hun hondjes Nitro en Valentino. Goedemiddag, ik ben de havenmeester. Heeft u gereserveerd? Edwin, hoe kom je eigenlijk aan dit eiland? Vorig jaar lag ik hier met mevrouw zondag om 6:30 koffie te doen. En ik zeg tegen mevrouw, het zal wel leuk zijn om hier te wonen. En we hadden begrepen dat het eiland verkocht was. Dus we hebben de eigenaar benaderd. En bij het eerste gesprek hadden we gelijk een klikje samen. En donderdag daarna waren we havenmeester. Dus zo snel kan het gaan. En dan mag je er ook zelf afkomen als je dat wil. Met de nieuwe havenmeesters veranderen ook de spelregels. Waar aanleggen voorheen gratis was, moet er nu lichtgeld worden betaald. En luidruchtige gasten kunnen maar beter ergens anders aanmeren. Het is inmiddels 2022. Wat hebben Edwin en Gilia allemaal beleefd in de afgelopen 5 jaar? Een mooi plekje. Oké, doen wij. Ja, het waren natuurlijk fantastische jaren. Altijd ups en downs. Ja, de downs, daar moet je van leren. En de ups, die neem je mee. We hebben ook vervelende mensen gehad. Die moet je niet vergeten. Want daar kun je van leren. Hoe mensen reageren op wat, hoe wij de boel aanpakken hier. Dat zijn leermomenten. Ja. En je kan het wel wegdouwen uit je hoofd, maar je kan beter denken van oké, wat kunnen we in het vervolg anders doen dat het misschien soepeler loopt. Meestal lukt dat maar niet altijd. Er zijn vaak toch wel hetzelfde soort mens. Als jij 7 mannen in een sloep krijgt en 1 vrouw, dan gedragen de mannen zich heel anders dan dat er geen vrouw bij is. Dan krijg je misschien wel een soort haantjesgedrag. Dus dan. Ja, dan moet je dat anders benaderen. Mm-hmm. 7 mannen, die zijn makkelijker als dat er een vrouw bij zit. Want dan gaan ze laten zien hoe flink ze zijn en wat ze kunnen gaan zeggen. En dat is natuurlijk wel een dingetje wat we in het begin helemaal niet wisten. En later ga je daar op een andere manier mee om. En dat 39% pakt het goed uit. Je wordt eigenlijk een beetje een psycholoog, hè? Ja, dat, zo wil ik het niet zeggen, maar je aanpak verandert. En in het begin ga je dan blazen en schreeuwen en nou. Ik probeer er een beetje laconiek mee om te gaan en dat in de meeste gevallen gaat het best goed. Ja. Niet altijd natuurlijk, want die mannen die kunnen ook vervelend gaan worden. Nou, dan ga je een beetje mopperen en een beetje schelden en een beetje vervelend doen. En hun gaan weg en wij wonen hier dan nog steeds. Ja, dat is verschil, hè? 4 jaar geleden vertelde je me dat uiteindelijk je heel graag een haven wilde hebben. Wat zou ik zeggen, een echte haven, net alsof dit geen echte haven is, dat is het natuurlijk wel. Hè, maar iets met stijgers en vingerstijgers en stroom misschien en water en sanitair. Dat heb jij nog niet voor elkaar, hè? We hadden het voor elkaar. Vertel. In de provincie waar jullie wonen, wat heel veel water is, zijn we op sollicitatiegesprek geweest in Sneek. En toen waren we aangenomen. Oké. En dat hebben we afgeslagen, omdat we vonden dat we hier nog niet klaar waren. En dat kwam eigenlijk, we hadden het gesprek gehad, we gingen naar huis. We hebben een flesje rode wijn open gedaan, de houtkachel aan. En toen zijn we alle foto's en berichten op Facebook gaan kijken. En toen wisten we gelijk dat we hier nog niet klaar waren. En hoe lang is dat geleden? Ik denk 2 jaar of 3 jaar. En wat heb je intussen tijd dan nog gedaan om het hier nog verder klaar te maken? Nou, onderweg hebben we natuurlijk wel een probleempje met Giel de gezondheid gehad. En mede daardoor hebben wij de tactiek van het havengebeuren qua reserveren en zo moeten aanpassen. Giel die liep voorheen op dit eiland en ik aan de overkant. Mm-hmm. En door een dingetje ging dat niet meer. Dus toen hebben we die meldstagen gemaakt en, om het voor Giel rustiger te maken. Daarnaast, we dachten dat het rustiger zou worden en dat is niet gebeurd. Want mede door de corona, het eerste jaar corona was best een drama door de verordeningen. Maar het tweede jaar corona hebben we het drukste jaar van tot nu toe gehad.
omdat alle mensen gewoon een bootje gingen kopen. Wij hebben daar heel veel lieve mensen door leren kennen. En ja, dan ben je ook blij dat je niet naar dat mooie Sneek bent gegaan, maar dat je hier bent gebleven. Ja. En er komt absoluut weer zijn kansen. Misschien waren we daar nog niet aan toe. En nee. We zijn hier nog niet klaar. En wat voor plannen heb je dan nog? Misschien iets met tipi's, dat mensen een tipi kunnen huren of een leukigheidje. Dat het voor de mensen weer spannend wordt. Ik ben bezig geweest om 8 hele lange palen aan te schaffen met hangmatten ertussen waar een dakje boven kan. Dat mensen ook in een hangmat zouden kunnen slapen of recreëren. En dat zijn plannen die gewoon in ons hoofd zitten. Maar dat moet je niet allemaal tegelijk doen, maar dat zou misschien wel een optie zijn. En hoe kijk je nou op die 4 jaar terug? Ik zeg wel eens tegen mijn gasten van als je hier gasten hebt die al 40 jaar hier komen en die nu nog steeds hier zijn, dan heb je je taak goed volbracht. Want die mensen zijn gebleven. Nieuwe gasten binnenhalen is niet zo moeilijk, maar de oude gasten die hier altijd zijn hier laten liggen, dat is een kunst. Kijk, dat wij af en toe eens uit onze slot schieten, dat gebeurt wel eens. Ik heb een keer een bootje de haven uitgejaagd en de mensen aan de overkant stonden te klappen. Ja, daar ben ik natuurlijk niet trots op. En toen zei die meneer aan de overkant, die kwam uit Brabant echt van, hij zegt, zulke havenmeesters moeten er mee komen die ingrijpen. Ja, maar ik zeg, ik ben er natuurlijk niet blij mee, want het moet niet hoeven. Nee. Het is iets wat je niet wil. En dan later ga je erover nadenken, had ik het anders kunnen doen? En ik ben wel tot de conclusie gekomen dat we dat niet anders kunnen doen. Want je moet af en toe optreden. En natuurlijk, er zijn altijd mensen die denken van, doe nou eens normaal. Dat begrijp ik. Maar ik heb al eens gezegd, neem het eens een weekje over, midden zomer. Als de vakantie is. Ga hier eens even een week lopen en kijk hoe je je daarbij voelt. Met de vuilnis, met het grasmaaien, met het bosmaaien. Alles wat Giel doet. Want ik loop rondjes. Ze zien mij. Maar zij doet veel harder werk als ik hoor. Want ik, als ik die bruimenstruiken moet doen, dan zijn ze plat. Want ik maai er gewoon overheen. Dan moet je even kijken. Oh. Nee, die zit niet in je emmertje. Oh, wacht even. Ja. Nee. Kijk, kijk hoe schoon. Kan je niks zien. Omdat Edwin overdag zijn eigen werk heeft, zorgt Gilia voor het eiland en voor de gasten. Daarnaast maakt ze jam. Bramen-jam natuurlijk. Zo, heeft hij wel genoeg gekookt? Het wordt altijd zo'n lekkere bende. Maar precies wat ik zeg, een lekkere bende. En dan maak ik potjes zonder, dus alleen bramenjam. Ik heb ook nog een lekkere cognac die erin gaat. Dat is pure nostalgie. We hebben natuurlijk heel veel bramenstruiken hier, dus dat leent zich daarvoor. Maar toen ik klein was, ik kom uit Heemskerk. En de Heemskerkse duinen, dat zijn echt bramenduinen. En mijn moeder die probeerde de hele wereld om te kopen met een potje bramenjam. Dus toen gingen we altijd in september toen nog naar de duinen, vol met lange kleren aan, bramen plukken. En toen stond ze elke avond jammetjes te maken en likeurtjes ervan te maken. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. De Oranje Rip heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een pontonboot, die het werk een stuk gemakkelijker maakt. Nou, met de vuilnis is dit natuurlijk een succes, want alle vuilnis kan bijna in één keer mee. Dat scheelt gewoon een hoop varen. Hé, daar een bekende boot. Ja, die mensen zijn hier ook graag voor mij, maar die komen alle jaren wel een keer. Nou, deze houseboot had je het net over. Ja. Het zijn fantastische schepen natuurlijk. Het is wel een beetje afwijkend van wat normaal in de haven ligt, ja, hè? Maar het, ja, maar omdat die zelfvarend is, zijn het gewoon boten. Dus wij kunnen, ja, we kunnen ze niet weigeren. En dat willen we ook eigenlijk helemaal niet. En we zijn daar best blij mee. Ja, sommige dingen moeten gebeuren. Ik heb mijn haar nog even in model gedaan. Heb je nog die rare vlag op dek staan, hè? Ja. Dat is nou weer jammer natuurlijk. Die bedoel je. Ja, nou, ik bedoel eigenlijk die groene. Ja, maar ook de Keverhavenvlag, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, de Keveranker in de mast. Ja. Nou, dit is het uitzicht over de Kaag. En
dat is gewoon een prachtig. Als de haven leeg is, ga ik met Giel wel eens op het bankje zitten en dan kijk ik over de weilanden heen en dan denk ik van ja, waarom zou je hier in godsnaam weg willen? Hey Edwin. Ja, Marieke. Het is je ook nog nooit gelukt om die vliegtuigen uit te krijgen, hè? Nee, ik zei dat 4 jaar geleden. Ik heb wel mijn best gedaan. In de coronatijd was het wel rustiger. Maar nee, het is zo. En dat zijn dingen dat is windafhankelijk. En we kunnen er niks aan doen. En ik kan een heleboel uitkrijgen, radio's, alles nog steeds. Maar die vliegtuigen, dat ga ik echt niet uitkrijgen. Dat, ik vind het jammer, maar het hoort ook een beetje bij de keten, denk ik. Leuk, hè? En dat is de man met de mooiste voornaam. Hallo. Van? Hallo. Edwin. Ja. Edwin. Ja. Edwin. Edwin. Hoe kan je het zeggen? Ja. Lippen van jou. Benaderen. En brengen al dat moois. Wat ik van jou had verwacht. Maar nu jij weg bent uit het leven, is er voor mij geen moer meer aan. Maar ik mis je toch nog steeds een heel klein beetje. Als bladeren die vallen in de herfst. We hebben altijd, als we met de boot weggaan, nemen we de instrumenten altijd mee. En in iedere haven waar we liggen, gaan we muziek maken. Ja. En wat vinden boot. Mensen daar nou van? Ze vinden het hartstikke leuk. We lagen een keer in Kampen. Het is altijd feestgelijk. Is er ook in Kampen? Kwam zo'n boot vol met Italianen. Ja. En hup, aan de kant, allemaal dansen. Hartstikke dansen. Gezellig. Ja. Sinds Edwin en Gilia er de scepter zwaaien, is er veel veranderd. Het eiland is aangekleed met bloemen en bankjes. En honden zijn bijzonder welkom. Wij hebben in het begin besloten dat de Keverhaven zich heel erg leent voor hondenvrijheid, zeg maar. Het is allemaal omringd door water. En wij zijn gek met honden. Dus wij hebben besloten van heel veel vrijheid voor de honden. En toen kwam er ineens een Facebookgroep. En die dacht van, daar moeten jullie aan meedoen, aan een verkiezing. Dus dat hebben we gedaan. En vorig jaar hebben we dus een prijs gewonnen als 1 na beste haven van Nederland voor hondenbezitters. Nou, dat heeft goed uitgepakt, want er is hier nou... Ik wil niet eens zeggen, elk tweede bootje heeft een hond bij zich. Het is meer dan dat. Hey, en als je nou terugkijkt, was het een verstandige beslissing om het beheer van deze jachthaven op je te nemen? Of was het toch dat je denkt, het is wel heel veel werk? Een beetje van allebei. We zijn hier eigenlijk zo plomp verloren in terechtgekomen. En langzaamaan het mooier gemaakt dan iemand ooit had durven dromen, denk ik. Want de eigenaar van het eiland heeft alleen gevraagd van, joh, loop een rondje voor het lichtgeld en haal de grasmaaier er eens doorheen. Maar de waardering die wij van onze gasten krijgen, die maakt ook dat je dat gewoon ontzettend leuk vindt om te doen. Dus dat is, dat is heel fijn. Want elke keer als er een boot binnenkomt, dan schiet jij overeind en dan ga jij de gasten ook verwelkomen, ja. Hè? Ja, dat is echt een ding. Het is bijna vreemd als hier een boot weggaat die hier een nacht geslapen heeft en die dan niet zwaait. Heb ik zoiets van... Maar waarom doe je dat? Ja, dat is een soort gevoel. Dat hebben we van begin af aan gedaan. En mensen vinden dat ontzettend fijn. Ik zorg ook dat ik iedereen die hier vaker komt bij naam ken. Dat ik ze niet elke keer hoef te vragen van hoe lang is je boot of wat is de thuishaven van je boot. We doen heel erg ons best om ons te verdiepen in de mensen die hier vaker komen. Zodat ze echt ook een gevoel krijgen dat ze thuis komen. En zo zien mensen dat ook echt. Ik liep vanmorgen even wat bramen te filmen en toen zag ik dat er al heel veel weer rijp waren. Ja, echt. Het gaat echt zo hard. Nou, ik was vanmorgen een beetje later dan normaal. Ik liep pas na 8 en ik zag al die bramen, maar het was gewoon veel te warm om al te gaan plukken. Dus morgen, Edwin die gaat om 6 uur naar zijn werk en dan blijf ik op, drink ik een kopje koffie en dan pak ik mijn emmertje en dan ga ik gewoon weer jam maken morgen. Keverhaven is voor ons een oase van rust, waar we graag aanmeren als we door Nederland varen. Die reizen kun je bekijken op ons andere YouTube-kanaal, De Canicula, waar we in onze volgende video aanleggen in de stad met de grootste windmolens van Nederland.
Vergeet niet je te abonneren. En bedankt voor het kijken.